Welkom bij onze nieuwe vlog. Deze keer is het een Q&A. Dat betekent dat wij vraag en antwoord gaan geven. Wij hebben best wel veel vragen, krijgen we zo via Instagram, via YouTube, krijgen we naar ons toe. Dus wij dachten, zou het ook een leuk idee zijn om deze vragen een keer te beantwoorden in een aparte video? Ja. Nou, en we hebben wat vragen, tenminste die heb ik een beetje uitgezocht en die gaan we beantwoorden. Als jullie nou denken, waar zijn jullie? Dit is niet ons eigen huis. Wij zijn in Kuber, op de Veluwe. In Hoenderlo. We zitten midden op de Hoge Veluwe, toch? Ja. Het park de Hoge Veluwe. Wij zijn een lekker weekendje weg. Kacheltje brandt buiten. We hebben een kacheltje aangezet. Daar zaten we net, maar we waaien buiten een beetje weg, dus we zijn naar binnen. We zijn lekker naar binnen gegaan. Ja. Nou, dan gaan we beginnen met de eerste vraag. Ben je er klaar voor? Moi? Nee. Spannend. Oké, hoe oud zijn jullie? Ja, dit is een vraag die krijgen we heel vaak te horen. Als we onze leeftijd zeggen, dan gelooft ook eigenlijk niemand dat. Want ik ben 35 en ik ben 37. Ja, dus we gaan richting de 40. Ik denk dat we ons eerst even naar de voor moeten stellen, of niet? Ja, dat hadden we even moeten doen. Ja. Oké. Nou, bij deze. Dit is Ali. Beter laat dan nooit. 35 jaar, Ali. Ja. Dit is Nelly. Waarom moet ik jou voorstellen? Gewoon, dat doe je. Dat is beleefd. Oh, oké. Okay. Ja, dit is Nelly, zij is 37 jaar. Ik ben een juni jarig en jij bent een mei jarig. Ja. Dus, maar wij gaan richting de 40 en wij worden heel vaak, worden we begin 20 geschat. Dit is, dit is vaak leuk, maar ook soms iets minder leuk, vind ik persoonlijk. Je kan het opvatten als een compliment, maar soms dan denk ik echt van nou... Je zit er nu echt compleet 10 jaar naast, maar oké. Ja. Maar laten we het maar opvatten als compliment. Ja, laten we dat maar doen. Ja. Volgende vraag. Wat voor werk doen jullie? En dan wordt er ook wel vaak gezegd, werken jullie wel? Zo van, omdat we vaak weg zijn. Ja. Nou, dan mag jij beantwoorden. Oké, nou... We werken. Laten we dat even. We werken. We werken fulltime. Ik werk 4 dagen. Dat is fulltime in zorg. We werken in de zorg. En ik ben verpleegkundige. Ja, ik werk ook in de zorg. Ook in het verpleeghuis. We werken allebei in hetzelfde verpleeghuis. Op dezelfde afdeling. Dus dat is superleuk. Het werkt, voor ons werkt het hartstikke goed. En... we worden ook nog tegelijk ingezet, dezelfde diensten, dus ja, beter kunnen wij niet krijgen eigenlijk. Ja, dat is echt heel fijn. Ja. En ik doe op het moment de opleiding tot verpleegkundige. Ik ben nu nog verzorgende IG, dus ik ben ook nog volop aan de studie. En wat ook wel grappig is, dat vind ik persoonlijk wel grappig. Wij werken natuurlijk in een verpleeghuis met ouderen. Wij merken dat zij het ook heel leuk vinden, dat zij onze vlogs terug kunnen zien. Dus als wij een weekendje weg zijn geweest en we zijn die maandag of dinsdag weer aan het werk, dan wordt er best vaak gevraagd, hey, kunnen jullie de vlog eventjes aanzetten? En daar krijgen we ook best wel leuke reacties op. Ja, de cliënten kijken ook al die filmpjes. Dat is hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Er zijn cliënten bij die zijn ook nog kritisch, dus... Ja. We krijgen ook nog echt kritische feedback. Waar we ook echt iets waar mee we ook, ja, nou, dat hebben we ook. We hebben er met de feedback die we gekregen hebben, hebben we ook best wel vaak iets gedaan, meegedaan. Ja. Ja, dat klopt. Ja, dus dat is ook leuk. En zo zien de cliënten ook waar we zijn geweest. Dus hartstikke leuk toch? Ja. Ja. Vooral cliënten die zelf ook hebben gekampeerd of zo. Dat is natuurlijk, die herkennen veel. Dat is leuk. Ja. Leuk om terug te zien. Oké, volgende vraag. Hoe kwamen jullie op het idee om te gaan vloggen? Nou, die is voor jou. Ja, die is voor mij. Ja, ik wou het niet. Nee, eigenlijk was het wel grotendeels mijn idee. Ik voelde gewoon de drang om alles vast te leggen op film. Ali heeft altijd al gehad
dat als we ergens waren, dat dan zei ze, ik ga het filmen, want het is leuk als je later terugkijkt. Het is zo leuk. En dat klopt ook. Dat is heel leuk om dingen terug te kijken van vakanties of uitjes waar we geweest zijn. Dat is echt zo. Is ook leuk. Ja. Maar de eerste keer dat we het op YouTube gingen delen, was ik kotsmisselijk. Ja, dat was best wel een zenuwachtig momentje natuurlijk. Want je zet natuurlijk wel je privéleven zet je online. Dat is een keuze, dat moet je willen. Iedereen kan in principe zien wat jij doet, hoe jij bent. En natuurlijk heb je er ook nog wel invloed op, omdat je het zelf in elkaar zet. Dus ja, je kunt erin laten wat je erin wil hebben en eruit halen wat je eruit wil hebben. Dus dat is op zich een voordeel van YouTube. Maar het is best, het komt best dichtbij af en toe. Ja. Maar ja, ik vind het leuk en ik dacht ook vooral met de aankoop van de tap, dacht ik van, nou, dit moet eigenlijk gewoon vastgelegd worden. Hoe leuk is het dat je voor de eerste keer een caravan koopt en dat je het dan ook nog gaat filmen en dat er ook nog mensen van mee kunnen genieten. Ja, ik vind dat leuk. Ja, dat is het ook. Maar het was soms best eng. Ja, ja, maar Ali die knipt en plakt of die edit die hele vlog aan elkaar en ik kijk daarna de tijd of ik akkoord ben met wat er allemaal in staat. Want er worden ook dingen gefilmd die hoeft niet op YouTube. Van mij niet. Nee. Of andersom niet, van jou niet. Nee, maar ja, dat is wel mooi dat we dat met elkaar, daar liggen we ook wel op één lijn mee, vind ik. Het gaat natuurlijk tot een punt. Ja. Oké. Oh, is ook een leuke vraag. Met welke camera filmen jullie? Ja. Wij filmen nu met de Sony ZV-1. Dat is een speciale vlogcamera. Wij hebben aan het begin van onze vlogcarrière, de eerste paar vlogs, hebben wij gefilmd met de telefoon. En we kregen daar best wel veel reacties op. Met name het geluid was slecht. Het beeld was niet goed. Dus ja, toen toch maar een vlogcamera aangeschaft. En ja, volgens de camerawinkel zei van, dit is de beste camera. Ja, volgens mij staat die ook nog steeds als de beste, toch? Volgens mij wel. We zijn alweer één boven. Nou, geen idee, maar deze die stelt wel heel snel scherp. Ja. Dus dat vind ik persoonlijk wel fijn. Ja. Het geluid is naar mijn mening ook goed. Er zit een microfoon op, dus het geluid van de wind dat valt aardig goed weg. Ja. En het is een klein cameraatje, ook lekker handig in gebruik. Zeker. Ja. Dus we hebben een klein statiefje bij gekocht. En je kunt hem eventueel nog uitbreiden met een, hoe heet zo'n ding? Hoe heet zo'n ding nou? Nou, ja, zelf. Nee. Dus, nou ja, een statief en daar kun je hem dan ook nog mee bedienen. Dus dat zou je er in principe kunnen wij dan nog bij kopen, maar dat mis ik nu nog niet. Dus ik zit er wel over na te denken om een GoPro aan te schaffen. Ja. En dat is eigenlijk met name voor de actiebeelden. Dus bijvoorbeeld als je gaat fietsen of weet ik het, kano. Ja, wat meer omgeving zie je dan eromheen. Ja. Dat is het meer. Ja, dat wat vind breder beeld. Maar dat vind ik wel een nadeel met deze camera. Die is best wel ingezoomd. Dus je krijgt nooit een mooi, mooi breed beeld. Dat vind ik wel jammer. Ja. En ik merk met de GoPro, bij sommige vloggers, dat je heel veel op het beeld ziet. Ja. Ja. Dus die staat eigenlijk nog op mijn verlanglijstje. Kopen zou ik zeggen. Oké, volgende vraag. Hebben wij lang getwijfeld over de aankoop van de tap? Nou, mag jij beantwoorden? Nou, volgens mij niet. Ik was alleen thuis en ik was eens aan het scrollen door mijn telefoon. En volgens mij kwam ik een tap tegen op Instagram. En we hadden het er al wel eens over gehad, maar we hadden zoiets van, nou ja, hè. Dan moeten we een andere auto en dan moeten we een caravan. Nou ja, dat
We hadden zoiets van, dat komt ooit nog wel. En Ali was op school en ik dacht, we gaan er een kopen. We gaan het doen. Dus ik app haar en ik zeg, ik ga een tap bestellen. Ja. Ja, als nou, je concentratie weg wilt hebben, dan... Ja, als je dan zo'n appje binnenkrijgt en we zaten er al zo lang, zaten we erover bezig en aan het kijken. En dan krijg je zo'n appje en dan denk je, oké. Nou ja, we hadden het er eigenlijk in de zomer als we hem tegenkwamen op een camping en wij waren met de tent. Dan zeiden we, oh, het zou wel leuk zijn als wij ook zoiets zouden hebben, ja. Ooit. En dan was het de zomervakantie weer voorbij en dan was dat gevoel weer weg. En toen zo ineens, begin 2021, had ik zoiets van, ik weet niet, zomaar op een dinsdag, morgen, we gaan er een kopen, we gaan het doen, nu. Ja, het is natuurlijk wel een grote beslissing die je neemt. Het is, vooral ja. Als je nog nooit een caravan hebt gehad, ja, je weet eigenlijk niet wat je aanschaft. Of je het wel leuk vindt. Kijk, we waren wel tentkampeerders. Tentkampeerders, nou ja, dat deden we al ruim 3 jaar. Dus kamperen, we wisten dat we dat leuk zouden vinden. Maar ja, of dat met caravan net zo leuk zou zijn als met een tent, ja, dat is de vraag. Ja. Nou ja, en toen ging ik allemaal bedrijven bellen waar dan mogelijk een tap zou staan. Nou, en die... waren er allemaal op. Ja. Nee. Toen sloeg de paniek toe. En toen dacht ik, ik wil er nu een. En ja. Toen had ik een bedrijf en die zei, ik heb er hier 2 staan, maar dan moet je vandaag beslissen of jullie hem kopen. Toen dacht ik, vandaag? Al is op school en ik zit hier thuis zonder auto, ik kan niet eens langskomen. Nou. Toen heb ik die meneer toch zover kunnen krijgen via de telefoon om een dagje uitstel, dat we dus de volgende dag gingen kijken. Nou, en toen kwamen we aanrijden met het bedrijf en ik weet nog, we zagen hem en ik dacht gelijk, ja, dit is hem. Ja, ik was gelijk verkocht. Ik heb niet eens meer gehoord wat die man al heeft verteld. Je vergeet nog wel iets. No. We zijn nog wel een paar maanden daarvoor zijn we bij een kip shelter wezen kijken. Oh ja. Want daar hebben we ook nog over getwijfeld. En die vond ik toen ook heel erg leuk. Ja. Echt heel erg leuk. Die is ook leuk. En toen was het eigenlijk de vraag van, gaan we dan voor de kip shelter of de tap? En op die dag dat we dus zouden kijken, moesten we natuurlijk ook gelijk de knoop doorraken van die meneer. Ja. Want... volgens die meneer ging het heel snel allemaal. Of in ieder geval... als warme broodjes, als warm, zei die meneer. Ja. Nou, oké. Dus de druk was hoog. Ja. Maar dat ik hem zag staan op een parkeerterrein, daar was ik eigenlijk al verkocht. Ja, ik twijfelde toen niet meer. Nee, ik ook niet. Dus op zich, wat was de vraag? Of we lang getwijfeld hebben. Oh ja, nee. Nee, niet lang getwijfeld. Nee. En nog steeds geen spijt van onze aankoop, gelukkig. We hebben wel tegen elkaar gezegd van, stel dat we nou echt niet leuk vinden, dan verkopen we gewoon. Ja. Maar dat gaan we nog lang niet doen. Nee. Nee, sowieso niet. Er zeggen wel altijd mensen tegen ons van, je bent... er zo aan toe om een vast bed te hebben, of weet ik het. Ja. Het kan natuurlijk steeds luxe. Of met een airco, of met weet ik het allemaal, wat je tegenwoordig in een caravan. Maar tot nu toe missen wij dat niet. Nee, dat bed dat is het werk niet. Nee. Dat klap je zo uit en kun je gaan liggen. Dus dat maakt niet uit. We hebben wel een keer op een camping gestaan met de tent en er stond ernaast ons een tap. 400. Ja. Dus die hebben we toen bekeken en ja, die vond jij toen ook wel heel leuk, hè? Ja, vond ik ook leuk. Ja, maar ja, die ziet er hetzelfde uit aan de buitenkant. Ja. Maar daar zit wel een vast bed in. Ja. Maar misschien ooit, als we nog wat ouder zijn, als we richting de 60 gaan. Ja, met kromme rug en zoiets. Ja, maar voor nu nog niet. Nee. Oké, een volgende vraag. Hebben jullie al ideeën voor de zomervakantie?
nou ja, nog niet concrete plannen. Maar we hebben wel een idee. Wij zouden wel heel graag richting Scandinavië willen gaan. Ja. Dus richting Denemarken lijkt ons heel leuk. En wie weet gaan we dat deze zomer doen. Dat hebben we vorig jaar bewust niet gedaan. Ook omdat dat het eerste jaar zou zijn dat wij met de tap weggingen. Dus wij dachten, ja, laten we het dan een beetje dicht bij de deur houden. We moesten eerst even oefenen. Ja, als er dan iets gebeurt, dan ben je gewoon lekker in Nederland. En dan ja, is dat makkelijker communiceren en zo. Dus, en dan heb je ook nog een verhaal corona, kwam er ook nog tussendoor. Maar wij hopen dat we dan aankomende zomer, dat we 3 weken richting Denemarken kunnen. Ja. Daar hebben we wel super veel zin in. Dat lijkt me echt heel mooi. We zijn wel eens in Frankrijk geweest. Of wel eens, volgens mij 3 keer met de tent. Frankrijk, Luxemburg. Italië zijn we ook geweest. Dus die richting, dat kennen we nu wel een klein beetje. Ja. En eigenlijk gingen we nooit met de tent richting het noorden, omdat het daar toch wat slecht weer is. Ja, iets kouder, iets anders. Ja. Maar nu hebben we een caravan, dus nu kan het. Ja. Dus dat is eigenlijk het plan. Maar ja, we hebben nog niks vastgelegd. Kan nog alle kanten op. Voor hetzelfde geld blijven we gewoon lekker in Nederland weer. Je weet het maar nooit met dat corona. Ze gooien alles zo weer dicht of weet ik het. Nou, dat was vorig jaar. Toen hebben we ook nog getwijfeld om wel naar het buitenland te gaan. Maar gelukkig dat we dat niet hebben gedaan. Nee, want toen werd alles dichtgegooid. Alles ging weer dicht, ja. Nou, zit je ook niet op te wachten. Nee. Oké, wat was jullie leukste bestemming met de TAP? Wat vind jij het leukst? Ik denk hoe we springen daar. Oh ja. Ja, dat was wel een super mooi plekje. Daar stonden we aan het water. Ja. Ja, dat, ik weet niet, die eenden. Het gewoon echt in de natuur. Het was er super rustig. Het was een schone camping. Het was daar gewoon, ik weet niet, alles klopte. Ja. Ja, dat was een super plek. Ja. Vond ik ook mooi. Maar waar dacht jij aan dan? Nou, ik vond Limburg zijn we in de zomervakantie geweest. Oh, vond ik ook wel heel leuk. Ja. Toen hebben we volgens mij een weekje, iets meer, nee, anderhalve week hebben we op, hoe heette die camping nou? Camping Oosterberg gestaan. En dat uitzicht, dat was gewoon. Dat was ook prachtig. Fantastisch was dat. Ja, maar er stond wel bomvol. Ja, het was een hele drukke camping. En, Maar de omgeving was wel echt wat wij zoeken. Dus ja, veel wandelroutes, oogteverschil. Ja, mooi. Ik vond het gewoon heel mooi. Dat was dat prachtig. Ja. Ik had wel het gevoel dat ik in het buitenland was toen. Ja, ik ook. Dus ik denk dat ik dat het leukste vond. Maar ja, dat kwam misschien ook omdat het zomervakantie was. Je gaat 3 weken weg, dan is ook alweer een ander sfeertje dan, dan een weekend. Ja. Ik had toen wel echt het gevoel van vrijheid. Ja. Ja, oké. Nou, hoeveel vragen hebben we nog? Nou, 1. 1? Ja. Oh, oké. Hebben jullie nog iets op een verlanglijstje staan aan camping aankopen? Je bedoelt voor de caravan? Ja, dat denk ik. Ja, ik heb nog wel iets op mijn verlanglijstje staan. Weet jij wat, vriend? Wat dat van jou is? Ja? Ik weet wat dat van jou is, ja, maar ik weet niet hoe het heet. Oh. Nou, ik zou nog graag een kussentje willen voor een leveler, noemen ze dat. Dus om je caravan op gelijke hoogte te brengen. Nu hebben we van die blokken. Ja. Maar ik merk dat dat best wel onhandig is. Want er moet eigenlijk met z'n tweeën moet je de caravan op zijn plek duwen. En dan moet er één iemand moet een blok eronder leggen, zodat het blijft staan. En ja, dat vind ik best wel onhandig.
En toen hebben we dus een keer bij iemand gezien, die stond dus met zijn caravan op zo'n flat jack, volgens mij heet het zo. Met zijn ene wiel. En dat lijkt me super handig. Dat kussen leg je eronder en pompen maar. Ja. Dus dat staat bij mij nog op de lijst. En we hebben net, dat is eergisteren, is daar binnengekomen. Dat stond op jouw lijst, dus dat mag jij vertellen. Dat is een oventje, een campingoventje. Maar dat kan je gebruiken op je gastoestel. Of, ik weet eigenlijk niet of het op elektrisch kan. Ik dacht het wel. Maar dat is een soort pannetje en daar kan je afbakbroodjes en zo in doen. Dus, een Omnia-oven. Ja. We gaan het meemaken, hè? Ja. Eindelijk warme broodjes 's ochtends. Ja. Ze zijn niet meer te fietsen, maar ze fietst toch niet. Morgens vroeg. Ze zegt het elke dag. Zegt ze, morgen ga ik om broodjes. Nou ja. Nou, ik... Kan ze nu zelf maken. Ik ben klaar mee. Vorig jaar waren we 3 weken weg. Volgens mij hebben we wel geteld 2 keer warme broodjes kunnen kopen op een camping. Ja, we waren toen eindelijk op een camping, daar waren we warme broodjes en toen fikte de tent af. Ja. Ja. Dus nu is de vloek op die broodjes, dus ik denk dat die Omnia, dat gaat hem ook niet worden. Nou, dan mogen we een brandblus erbij kopen. Trouwens, staat ook nog op mijn lijstje. Dat staat ook nog op het lijstje. Ja. Vorige week zouden we er eentje gekocht hebben, maar dat was in een bootwinkel. En die mevrouw zei, ja, dit is een poederblusser. Ja, volgens mij poeder, ja. En dit is niet geschikt voor in de caravan, dus die hebben we niet gekocht. Dus die willen we ook nog aanschaffen. En nou, volgens mij... Hebben we dan alles? Zeg nooit dat we alles hebben, want... De eerste beste keer dat wij weggaan met die caravan, staan we weer in de kampeerwinkel. Dat weet ik nu al. Ja, ik weet wel zeker. Oké, nou. Ja, dat dus. Oké, nou, dit waren de vragen, toch? Ja. Wij hopen dat jullie iets meer informatie hebben gekregen van ons. En als jullie nog meer vragen hebben, stel ze gerust natuurlijk. En wie weet komt er dan nog een Q&A. Of dat we ze in de reacties beantwoorden, dat kan natuurlijk ook. Ja. Vind ik sowieso heel leuk als er reacties komen onder onze video. Ja. En ik vind ook dat wij de leukste abonnees hebben. Ja, vind ik ook. Nou, dat is. We hebben wel hele trouwe abonnees die al elke week een berichtje sturen. En dat is hartstikke leuk. Ja, daar doe je het uiteindelijk wel voor. Tenminste, ik vind dat wel het leukste van YouTube. Ja, zeker. Ja. Nou, bedankt voor het kijken. Ja. En tot de volgende vlog. En vergeet niet te abonneren als je deze video ziet en je bent nog geen abonnee. Ja. Abonneer even. En een duimpje omhoog. Nou, bedankt voor het kijken. Doei!